Suriname is van code rood naar code oranje. Dit geeft aan dat er nu sporadische besmettingen plaatsvinden in het land. Dit gaf minister Amara Madin van Volksgezondheid gisteren aan in een toespraak. Het land is ver buiten de gevarenzone, maar wij zijn nog niet waar wij moeten zijn, benadrukt de bewindsman. Hij geeft verder aan dat Suriname door van code rood naar oranje terug te gaan aan de internationale gezondheidsvoorschriften voldoet. Deze status moet niet aanwijzen dat de samenleving daarmee nonchalant omgaat. Anders kan het tij zich heel snel keren. Hierdoor kunnen we het pad naar een verdere normalisatie gestadig voortzetten. De vorige week hebben wij een gemiddeld aantal van 6 besmettingen per dag gehad. Elke besmetting is er 1 te veel. Echter zijn wij nu dus wel ver beneden de gestelde gevarenzone van 25 besmettingen per dag. Als wij de historische gegevens in beschouwing nemen, geeft dat ons een goede weergave van de huidige situatie. Gaarne deel ik de navolgende grafiek, zodat u daaruit relevante informatie kan halen. We kunnen nu spreken van sporadische, oftewel clusterbesmettingen. Zo was er de afgelopen week een cluster van besmettingen in een visverwerkingsfabriek, waarbij 12 arbeiders besmet zijn geraakt. Deze clusterbesmetting is onder controle gebracht door het BOG. De bewindsman drukt de samenleving op het hart alert te blijven. Meer dan 90% van de bevolking heeft namelijk geen immuniteit of weerstand opgebouwd tegen het virus. Ramadin is er niet blij om dat de afgelopen 2 weken veel meldingen waren van de toename van feestjes. Dit moeten wij nu met z'n allen vermijden. Ik wijs hierbij op uw eigen verantwoordelijkheid. U bent de allerbelangrijkste factor voor het vermijden van een eventuele volgende golf. Maak gebruik van de kliklijn 105 om eventuele illegale feestjes te rapporteren aan de daartoe bevoegde autoriteiten. Momenteel liggen er namelijk 5 personen in de intensive care. Het is een daling van 25% naar 20% vergeleken met de vorige week. 20 patiënten liggen op de verpleegafdelingen van het Wanika ziekenhuis AZP. Dat is een daling van 13% naar 12% van de landelijke beddencapaciteit. Er liggen 8 patiënten in het isolatieveldhospitaal van het Wanika ziekenhuis. Dat is een daling van 16% naar 8% in vergelijking met de vorige week. De afgelopen week heeft helaas 1 Surinamer de strijd verloren tegen COVID-19. Familie en nabestaanden, gecondoleerd. Minister Amara Madin van Volksgezondheid. Hij heeft gisteren een toespraak gehouden over de COVID-status van Suriname. De landcode is veranderd van rood naar oranje. Dat wil zeggen dat er sporadische besmettingen zijn in de samenleving.